De ontruiming van het fort in Hoek van Holland is in volle gang. Woensdag wachtte een zware taak voor de vrijwilligers. Een torpedo en een Duits kanon moesten verplaatst worden naar het naburige Atlantikwalmuseum. Eerst was de torpedo aan de beurt. Wij kunnen bijvoorbeeld dit soort stukken, daar kunnen wij onze collega's van het Atlantikwalmuseum een plezier mee doen. En zij komen dus op eigen initiatief dat halen, of die torpedo halen. En die blijft dus ook in Hoek van Holland. En die wordt tentoongesteld ergens op een plek waar het Atlantikwalmuseum zijn collectie heeft. De rit met de torpedo ging langs de boulevard van Hoek van Holland. 5 minuten later werd de torpedo de pier opgereden. Dit zijn beelden vanaf het dak van het Atlantikwalmuseum. Binnen 10 minuten was de torpedo geplaatst. Daarna kon het kanon verplaatst worden. Dat leek in het begin niet te lukken, omdat het ding te breed was om over de weg te vervoeren. Uiteindelijk is hij met een kraan opgetild en op een vrachtwagen geplaatst. Ja, een van de belangrijkste of beroemdste kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog. En dit geschut dat heeft hier ook met talloze stukken in Hoek van Holland gestaan tijdens de bezetting 40-45. En ook dit stuk gaat naar de collega's van het Atlantikwalmuseum. Want dan krijgt het wellicht misschien nog wel een betere plaats dan het fort. Want het is een Tweede Wereldoorlogstuk. En de collega's van het Atlantikwalmuseum, spreek voor zich, dat is Tweede Wereldoorlog. Het weghalen van de collectie uit het fort verloopt voorspoedig. Ik hoop, dat wij begin volgende week onze collectie hebben veiliggesteld. Het ontruimingsplan betreffende de decors, dat is nog even een vraag. Maar er wordt keihard aan gewerkt, maar daar kan ik nog geen precieze datum van geven.